Ik zit hier met gedeputeerde meneer Bert Boelman van de provincie Overijssel, missieleider van de handelsmissie naar de provincie Liaoning in Noordoost-China. Overijssel heeft reeds een jarenlange relatie met deze provincie en gisteren hebben zij met deze provincie een letter of intent getekend. Meneer Boelman, wat houdt die letter of intent in? Die letter of intent met de provincie Liaoning houdt in dat we als provincie intensief eens met elkaar samen willen werken om zo de business te stimuleren en het makkelijker te maken. Hoe gaan de ondernemers daarvan profiteren? Nou, de ondernemers profiteren daar vooral van doordat ze hier ter plaatse een go-for-export office hebben geopend in Dalian. En daar kunnen ze heel snel contacten leggen met de Chinese businesses. En OostNL is de belangrijkste partner in Nederland waar ze zich toe kunnen wenden. En daar kunnen ze al informatie krijgen om die contacten ook snel tot stand te brengen.